Dit is Westland Report, de reportagerubriek van de gemeente Westland over ontwikkelingen en gebeurtenissen in onze regio. De komende 2 afleveringen over gebiedsmarketing. Gebiedsmarketing is er om de economie te versterken. Juist nu, in tijden van crisis, is dat erg belangrijk. Er gebeurt al veel. Het Varend Corso bijvoorbeeld haalde dit jaar zelfs het NOS-journaal. En ook The Ride for the Roses krijgt veel aandacht. En deze zomer was Westland dagelijks op de landelijke televisie met Tour du Jour. Live vanuit Westland, dit is de zomer van 4. Ja, professioneel. Maar er moet meer gebeuren. Er worden veel inspanningen verricht door Westland Marketing. Een stichting waarin gemeente en het bedrijfsleven samen optrekken om Westland op de kaart te zetten. Een hotel in Vlaardingen, 's morgens vroeg. Studenten entrepreneurship van de Erasmus Universiteit in Rotterdam maken kennis met de Westlandse mentaliteit. 'S Morgens om 7 uur de bus in voor een bezoek aan Flora Holland. Ja, hoe laat ben je opgestaan? Uurtje of 5:30. Moet er goed uitzien, dus vroeg opstaan. De studenten zijn zeer internationaal. De meeste komen uit Nederland, maar er zijn er ook uit België, Oostenrijk, Colombia, etc. En wat verwacht je van vandaag? We gaan naar Flora Holland en ik verwacht dat we het drukke handelen in de bloemen gaan zien. Ik ben ook nooit in zoiets geweest. Dus ik ben Kom je zelf vandaan? Uit Brabant. Wat weet je van het Westland? Weinig. Ik weet dat er heel veel in de tuinbouw te doen is. En ik denk dat het veel groter is dan ik verwacht. Daar kom je wel achter als je hier alleen al in de bus zit. C'est tout une coopérative, si j'ai bien compris. Et non, ça va être intéressant de voir le fonctionnement. What do you know about the area? About Westland, you mean? Yeah, I know that there are many flowers. But it's the first time that I'm in a horticultural area. Yes, but I still don't know a lot. Enjoy your day. Thank you. De studenten gaan vandaag meerdere bedrijven bezoeken. Maar ze zullen ook in discussie gaan met CEO's, mensen die grote bedrijven leiden. De interactie tussen de studenten en de ondernemers is prima. Misschien juist omdat ze uit zo verschillende werelden komen. De vertegenwoordigers van de bedrijven vertellen over hun problemen. En de studenten komen met oplossingen vanuit hun eigen achtergrond. Zodra het gaat over de marketing van tomaten, trekt een van de studenten een vergelijking met mandarijnen. One day there was a package with Mega Mindy. It's some sort of superstar for little children. And everybody was talking about the Mega Mindy tangerines and something children take and they know it. And that's why parents buy it. And it's just a very direct way to communicate. But I don't think people are interested in all the qualities of a tomato. It's just a name they want to buy. De CEO's zien zeker ook het belang in van dergelijke ontmoetingen. Westland moet zichzelf bekendmaken om contact te hebben en te houden met een snel veranderende wereld. Als wij niet veranderen, dan worden we gewoon ingehaald door de buitenwereld. Wij hebben nu nog een hele grote voorsprong in de tuinbouw, in het Westland. Die kunnen we behouden, maar dan moeten we blijven innoveren, aan ons imago blijven werken. Anders worden we gewoon door de buitenlanders ingehaald. Ik denk met name naar de toekomst toe, hè, waarbij bedrijven steeds groter worden, steeds innovatiever worden. Dat de vraag naar middelbaar hoger geschoolde, naar expertise, wordt steeds groter. En dat gaat heel breed. Hè. Dat gaat economisch vlak, maar ook technisch, controllers, marketeers. Je moet nu al beginnen met te vertellen wat er gebeurt in Westland. Want je ziet het ook weer bij deze studenten. En die hebben gewoon geen idee wat er gebeurt in Westland. En die zijn onder de indruk van wat ze allemaal hier meemaken. En ja, wellicht dat ze in de toekomst dan ook gaan overwegen om voor een van die innovatieve, duurzame, dynamische bedrijven in Westland te werken. In plaats voor een ING of een ander bedrijf in Rotterdam of Den Haag. Het was heel indrukwekkend en leerzaam. Vooral omdat je de problemen waarmee het Westland te maken heeft ook van dichtbij ziet. En dat je er ook echt over na gaat denken. Het was ontzettend leuk. Zeker om te zien, om die rondleiding, om te zien hoe groot het allemaal is. Echt indrukwekkend. En als je dan op het einde van de dag met al die ondernemers aan de tafel zit en echt die discussie krijgt waar hier problemen zijn, waar hier de mogelijkheden liggen, dat is heel leuk om mee te maken. Een vraiment très bonne impression. C'était très intéressant de rencontrer différents directeurs de plusieurs compagnies, de discuter leurs problèmes et leurs opportunités, ce qu'ils aimaient faire dans leur métier et dans l'industrie. C'était très intéressant.
En het was leuk dat je die interactie hebt met CEO's. Toch mensen die al wat hebben meegemaakt en allemaal wel verschillende achtergrond. En dat je ook echt merkt hoe het in deze regio leeft. En dat je met mensen praat die vandaan komen, die weten hoe het is om in het Westland te werken. Ja, dat was wel, ik vond het wel zeer interessant, ja. I was impressed by the technology, by the amount of technology. You think of this industry as a kind of low-tech, traditional sector, and instead there is so much going on, so much new things that people try, new technologies, new ways of approaching customers, sustainable solutions, and people do take risk, they show leadership, they want to change the sector, they want to, yeah, to change trends and the terms of competition. So I thought it was great. Zo haalde de Stichting Westland Marketing de afgelopen maanden veel studenten naar Westland om bedrijven te bezoeken en te luisteren naar sleutelfiguren uit de tuinbouw. Veel bedrijven steunen dit initiatief. We hebben belang bij een positief imago, wat daarmee ook nieuwe werkkrachten gemotiveerd zijn bij ons aan de slag te gaan. De studenten krijgen zwaar gewichten uit de sector voor zich. Rabobank heeft een bank in Tanzania en een aantal andere Afrikaanse landen. Rob Baan bijvoorbeeld houdt een zeer inspirerend betoog over voedsel. Dit komt eraan. Dit is wat voeding met mensen doet. Anders omgaan met voedingswaarden. Anders kijken naar voedsel. Raakvlakken zoeken en die raakvlakken, daar gebeuren dingen. Ruimte creëren om vervolgens weer te kunnen investeren in iets waarvan je denkt dat de toekomst ligt. Ook voor ons land. Als je ziet wat er op zo'n bijeenkomst aan kennis gepresenteerd wordt, moet je daar als regio veel meer mee kunnen doen, zegt Meini Prins van Priva, ook een van de sprekers. Als je kijkt in het Westland zeker, is dat hele internationale speelveld is ontzettend belangrijk. Dus voor heel veel bedrijven die hier actief zijn, gaat het vooral om internationale zaken doen. En het is ook heel moeilijk om voor die mensen die high-tech... Innoveer, bedenk nieuwe wegen, ook via gedurfde concepten. Tijdens haar lezing komt ze met een geheel nieuwe invalshoek. Nederland als smart city. Westland heeft zoveel bij elkaar als het gaat om water, om voedsel, om energie. De thema's die ook internationaal op alle politieke agenda staan. En je gaat dat virtueel verbinden aan elkaar. En je laat zien dat wij eigenlijk als Nederland een smart city zijn. Shanghai, 3 uur rijden, je zit niet in het centrum. In Nederland 3 uur rijden, je bent Nederland uit. Dus als we nou eens kijken naar Nederland en je ziet dat gebied, dat gewoon eigenlijk één gebied is, één grote stad met heel veel activiteiten. En je kijkt naar de Groene Hart en dat wordt dan het Central Park van New York. En je ziet het Westland en ineens zijn wij urban farming. Dan hebben we iets wat we vandaag al kunnen verkopen aan al die grootstedelijke gebieden in de wereld die zo verschrikkelijk worstelen met dit soort vraagstukken. Waarin wij gewoon als Nederland kunnen zeggen van nou, en het Westland zeker, wij lossen gewoon de wereldvoedselproblematiek op. Het zijn grote woorden, maar Prins heeft recht van spreken. Het bedrijf waar zij voor werkt begon ooit met klimaatregeling voor de tuinbouw. Inmiddels is Priva verantwoordelijk voor klimaatregeling in ziekenhuizen door het hele land. Maar ook in gebouwen van de RAI, Philips, etc. Priva is een voorbeeld van een lokaal ontwikkelde techniek die wereldwijd toepassing vindt. Als dat mechanisme vaker wordt toegepast, kan dat een enorme sprong vooruit zijn voor Westland. Gebiedsmarketing kan helpen om die verbinding te maken. Aandacht voor het gebied, voor alle bedrijven, groot en klein, en voor de producten. Volgende week in Westland Report, deel 2 over gebiedsmarketing.